Brigitte, een zekere Lisbeth Langen staat er nog tot aan. Die wil u persoonlijk spreken. Ah ja, Lisbeth. Breng die maar. Ja, merci, hè. Lisbeth Langen? Verwacht jij die? Dat is een vriendin van mij. Ik heb toch gezegd dat Julia in de musical speelt, hè? The Sound of Music? Ja, klopt. Ik heb je daar een flyer van laten zien. Ja, wat ik kon komen zien. Ah, wel. En Lisbeth speelt ook in de musical. En het is via Lisbeth dat ik wist dat ze kindjes zochten. Ah, en zo is Julia daarbij geraakt. Ik ben curieus. Ik kan zeker komen kijken. Yes. Hè? Hey, Lisbeth. Merci, JP. Ja. Dat is mijn collega Erik. Hallo, dag Lisbeth. Dag Erik. Ça va? Gewoon niet echt. Laat je ons even alleen? Natuurlijk, ja, ja, dat was ik juist van plan. Voilà, hè. Zet u even. Ik ben bang, Brigitte. Wat is het? Och, ik weet niet of ik het moet zeggen, maar misschien maak ik het dan alleen maar erger. Maar je kunt alles tegen mij zeggen, hè? Ik ben uw vriendin. Plus, misschien kan ik u ook helpen. Ik word gestalkt. Oké. Vertel. Ja. Het is al maanden aan de gang, maar dat begon gewoon onschuldig met een paar sms'jes. Maar nu staat hij zelfs al gewoon voor mijn deur. Ik voel me meer veilig in mijn eigen huis. En je kent die mens? Ik ken hem ook. Frederik. Frederik Willemsen. De regisseur van die musical, Frederik. Ja. Zou je niet denken, hè? Ja, dan ga ik even mijn collega erbij halen. En dan kun je een verklaring afleggen. En dan kunnen wij ons onderzoek starten. En dan kunnen we Frederik verhoren. Nee, dat zou ik echt liever... Nee, doe dat niet. Daar wil ik geen zaak van maken. Oeh, dan... Natuurlijk moet ik dat doen. Dat is stalking. Je mag dat niet doen, hè. We kunnen die daarvoor oppakken, hè. Ja, dat kan wel zijn. Maar ik kan toch mijn carrière niet riskeren. Ja, maar uw carrière... Lisbeth, dit is stalking. Je kunt die daar toch niet zomaar mee laten wegkomen? Dat zijn woord tegen dat van mij. Dit wringt heel hard bij mij. Lisbeth wil geen klacht neerleggen en dat begrijp ik. Ze heeft schrik voor de gevolgen. En dat zien we heel vaak in zulke gevallen. Maar dat wil ook zeggen dat de daders nooit geen verantwoording moeten afleggen voor hun daden. En ik vind het heel belangrijk dat daders een heel sterk signaal krijgen dat zulk gedrag echt niet door de beugel kan. Denk even na, Lisbeth. Je moet gewoon even klacht indienen. Ik zeg het u net. Als hij dat te weten komt, dan kan ik mijn carrière vergeten. Ik was beter niet gekomen. Ik wil dat hier in vertrouwen vertellen aan onze vriendinnen. Moet je altijd flik uithangen? Lisbeth! Lisbeth! Wat is er gebeurd? Wat was er? Ja, ik ben een slechte vriendin, hè. Een slechte vriendin? Waarom? Ja. Die wil hier gewoon even met mij in vertrouwen iets komen zeggen en ik begin onmiddellijk over verklaringen afleggen en verhoren en onderzoek en... Ah. Oh, Brigitte, je moet dat ook een beetje kaderen. Hè? Allee, ja, je bent een vriendin langs de ene kant, langs de andere kant. Ze komt hier op je job. Dan is dat normaal dat je op een jobfocus ook over die dingen begint, toch? Niet? Over wat ging het eigenlijk? Ze wordt gestalkt. Gestalkt? Ja. Door die regisseur van die musical. Die een sms daar, die belt daar, die staat aan haar deur. Oeh. Ja, ah wel. Ook mijn reactie. Dus ik zeg, kom, we leggen een verklaring af en we gaan dat oplossen. En die sloeg helemaal in paniek. Ja, dat is ook niet zo evident natuurlijk. Ja. En nu? Ja, ik had gewoon naar haar moeten luisteren. Dat heb ik niet gedaan. Red er straks gewoon na de dienst, red langs haar en doet er terug een babbeltje mee. Als vriendin, luistert een keer naar haar. Ja. En dan kun je misschien gaandeweg een klein beetje tot het idee komen dat ze toch misschien beter een klacht indient. Maar ik zou daar niet direct mee beginnen. Stom van mij. Goh, ja. Niet onoverkomelijk, hè. Je zal dat wel begrijpen. Hè. Allee, moet u verontschuldigen en... kan ze ergens terecht nu? Ja, die is wel getrouwd, maar ik weet niet of die man nu thuis is. En die zal wel werken zijn, maar ik weet ook niet of die man daar überhaupt iets van af weet. Dus zover zijn we nog niet geraakt in ons gesprek. Het is natuurlijk ook niet gemakkelijk als je zoiets meemaakt om dat tegen je man te gaan vertellen, hè? Ik ga haar een sms'je sturen. Ja, wel ja. Laat weten dat je straks afkomt of zo. En doe er een babbel mee? Ja. Ga ik doen. Dat zijn geen gemakkelijke dingen, hè? Nee, hè. Maar je verwacht ook zoiets niet, hè. Lisbeth. Maar als zij geen stappen zet, kunnen wij ook niks doen, hè. Was dat uw thee? Ja.
Oh, sorry. Oh, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik zal er wel andere gaan halen, alsjeblieft. Okay. Ja, van uw vrienden moeten het hebben, hè. Zeg. Grapje, de Brigitte. Zeg. Eerst even een broekje gaan halen of zo? Ik ging erachter in de dingen, is er een broekjeszaak. Ik ging er met onze moeder als je kind was altijd naartoe. Elke woensdag ging van broeken halen. Mijn favoriet is de Martino en ze doen daar anchovies bovenop. Met die versjes, hè, zo. Oh, zalig lekker. Jij een broek? Wat? Sorry, zeg iets? Wat zei jij iets? Ja, ik was niet. Nee, ik was hier tegen de bomen omdat. Ja, sorry, Erik. Ja, ik was nog aan Lisbeth aan het denken. Ah, oké. Okay. Want die antwoordt ook gewoon niet, hè. Dus ik heb daar een sms'je naar gestuurd, maar die antwoordt niet terug, dus ik denk dat die heel boos is. Ja, ik was hier jeugdherinneringen aan het ophalen. En, Ah, echt? Oh, sorry. Ja. Dat is niet erg, dus allemaal niet belangrijk. Ik ben er niet bij. Dat is niet erg. Er een beetje ja, verhaal, zeg. 710 voor het dispatch. We geven naar de acceptatielaan 23. De kopbaas heeft gebeld. Die studenthuurders zouden blijkbaar in bezit zijn van drugs. Over. Oké, Wilco. Acceptatielaan 23. Daar gaat onze lunch. Ja, dan is dat breuken voor straks, hè. Tjuh, ik had er nou echt wel zin in. Lisbeth belt. Ah, dat is goed. Dag, Lisbeth, met Brigitte. Brigitte, ga maar naar binnen komen. Oké, rustig, Lisbeth, wat is er? Die staat aan uw deur? Oké, blijf binnen. Lisbeth, doe de deur op slot. Wij komen onmiddellijk. Oké, blijf gewoon binnen. Wij zijn daar. Lisbeth, rustig blijven. Wij zijn daar. Oké, we moeten naar de Zegestraat 43. Zegestraat 43. Dat gaat even zoeken. Dispatch hier, Charlie 710. Wij hebben een flash oproep op een directe lijn binnengekregen. Wij gaan naar de Zegestraat en gaan dus niet naar dat kot. Over. Geen probleem, ik stuur nummer 10. Die staat daar gewoon aan de deur, hè? Onwaarschijnlijk. Lisbeth, een vriendin van mij, die speelt op dit moment in een musical waar ook mijn dochter Julia bij meespeelt. En zij is dus morgen naar. Oh. Allee, kom maar, man. En Lisbeth is vanmorgen naar het bureau gekomen om te zeggen dat ze gestalkt wordt door de regisseur. En ze heeft met u daarnet gebeld en die regisseur staat blijkbaar voor haar deur. En hij bedreigt haar, dus we gaan daar onmiddellijk naartoe. Man. Wat houdt ze de mensen in haar kop dan toch? Een beetje verder aan de linkerkant is het. Bijna op het einde. De nummer was? 43. Daar staat hem, dat is Frederik Mallet. Dat is hem of wat? Dat is Frederik. Dat is de regisseur van dat stuk. Frederik! Hey. Dag meneer, lokale recherche. Brigitte, dat is ook toevallig. Doet jij hier? Dat is oké. Ja, Lisbeth woont hier, hè? Aha. We gingen haar rol nog eens doornemen voor de volgende repetitie. Bij haar thuis. Dat doet jij vaak of zo, bij actrices op bezoek gaan thuis. Excuseer, Brigitte, wat is hier de bedoeling van? Dat jij hier blijkbaar regelmatig aan de deur komt staan bellen. En langer dan noodzakelijk, blijkbaar. Maar onfassig, wat? Heb ik iets misdaan, of wat? Als wij stalking mogen rekenen onder iets misdaan, dan heb je iets misdaan, ja. Stalking? Zeg, heb je geen klacht tegen mij ingediend, of wat? Rustig, jij gaat hier nu rustig houden, we gaan dat op kantoor bespreken. Ja? En jij mocht kiezen oftewel gewoon ik je boeien, oftewel ga je vrijwillig mee. Zet u even neer. Gaat het? Je stuurde mij daar straks een sms. Dat hij zin had om mij even te komen verwennen. Wat? Die viezerik. Ineens stond hij voor mijn deur. Toen hij merkte dat ik niet wou openen, begon hij te kloppen op het raam en op de deur. Ik had echt zo'n schrik dat hij mij iets ging aandoen. Maar daar moet je nu geen schrik meer voor hebben. Die gaat u niks meer aandoen. We pakken die nu mee naar het kantoor, oké? Maar Lisbeth, denk toch eens even na of je toch geen klacht wilt komen indienen. Als jij een klacht komt indienen, dan kunnen wij een onderzoek starten. Wie weet hoeveel andere mensen dat die zo lastig valt. Daar heb je wel gelijk in. Het is goed. Maar het is goed dat ik zo biedt kom, want ik wil het echt allemaal eerst aan mijn man vertellen, want... Oh, jongens. Tuurlijk. En dan kom je zo biedt naar het kantoor. Ja, ik kom. Ja? Het
Direct daarna kom ik dan langs. Oké, ik wacht daar op u. Ja. Maar nu moet je geen schrik meer hebben, hè? Alles komt goed. Oh, ik kan niet voorstellen hoe bang dat ik was. Ik vind het erg om een goede vriendin van mij zo gekwetst te zien. Vooral het feit dat dat al weken aan de gang is, dat is echt niet oké. Maar ik ben heel blij dat Lisbeth mij in vertrouwen genomen heeft, want dat had hier anders wel fout kunnen aflopen. We gaan Frederik meepakken naar het kantoor voor ondervraging. En wel? Is het mijn vraag? Eindelijk vertellen wat er hier aan de hand is, want ik snap het allemaal niet. Wat heb ik nu voor... Ik denk dat ik het er straks al verteld heb. Jij wordt beschuldigd van stalking. Maar enfin, dit is toch te gek voor woorden. Brigitte, jij kent me toch ook? Ik doe geen vliegkwaad. Vind je dat jij geen vliegkwaad doet? Christine zijn al die andere people's ook, dus... Lisbeth zegt dat jij haar sms'jes stuurt en dat je dat blijft doen, ondanks het feit dat zij u heeft laten weten dat ze dat niet tof vindt. Mocht je de mensen dan gewoon geen berichtje meer sturen, of wat? Frederik, als je stuurt dat je iemand wilt komen verwennen, dat zijn geen gewoon berichtjes niet meer, hè? En als zij dan zegt dat het moet stoppen, je blijft doordoen en je staat dan aan haar deur te kloppen, dat is pure stalking. Oké, okay. Kaarten op tafel dan maar. Graag. Zij wou niet dat het stopte. Pardon? Ik ben haar minnaar. Haar minnaar? Ja. Waarom zou zij u dan aanklagen voor stalking? Dat moet u mij dan eens uitleggen. Omdat haar vent erachter is gekomen. Hij heeft vorige week per ongeluk een van ons gesprekken gelezen en toen zijn de popjes aan het dansen gegaan. Alles, allez, sta maar eens. Met Brigitte. Ah ja, oké. Maar ik ben nog even bezig met een verhoor. Kunt je haar even laten wachten? Sorry. Dat is niks, maar ik denk dat meneer hier wel een bewijs heeft van de relatie tussen u twee. Er zijn heel veel gesprekken tussen u. Ik kan niet wachten tot de volgende privéles. Ik heb me al lang niet meer zo sexy gevoeld. Mijn man is niet thuis straks. Oké. Kan ik u even spreken? Natuurlijk. Ik neem uw gsm mee, Frederik. Ik ben zobiet terug. Oké. Lisbeth, ik kom, hè. Zo'n aubergine, wat wil hij eigenlijk zeggen? Voilà, ze. Dat staat toch een heel duidelijk bewijs, deze? Ik geloof dat niet. Hoe gelooft hij? Ja, ik geloof dat niet. Het staat hier zwart op wit. Ja, en toch geloof ik het niet. Lisbeth is niet de persoon die haar vent zou bedriegen. Ho, 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 ho. Zit jij nu vriendin ontspreken of politieagent? Ik denk dat dat een beetje opgemixt wordt. Het is juist omdat ik vriendin ben dat ik weet dat ze dat niet zou doen. Want als politieagent geloof ik het bewijs. Ah, wel, voilà. Maar ik geloof het niet. Ik geloof hem niet. Brigitte, kom aan. Allee, nee. Hoeveel... Kijk... Mijn ex-vriendin, ik zou ook nooit geloofd hebben dat ze mij zou bedrogen hebben. Maar ze ziet daar nu wel schoon bij haar interieurarchitect daar in Brugge. Hè? Dat is wel jaren geleden, bom, het is wel gebeurd. Ik geloofde die ook niet. En toch, stille waters hebben soms heel diepe gronden. Hè? Ik ga het daar vragen. Nou wel, we gaan het direct weten. Hè? Ja, sorry, ik moet nu afsluiten. Maar vast een enorme dag, Nathalie. Stomme gsm. Lisbeth. Ja, ja, sorry. Weet jij wat emojis zijn? Is dat niet zo'n site waar je filmpjes kan opkijken? Pardon? Ja, ja, ik weet dat ook niet zo hoor. Ik hoor mijn kinderen daar soms over praten, maar computers, dat is niet zo mijn ding. En GIFs, kent je dat? Dat ken ik niet. Dat is uw gsm, hè? Ja. Is dat uw enige gsm? Ja. Uiteraard. Waarom? Frederik zegt dat jij een relatie hebt met hem en dat hij uw minnaar is en dat jij degene bent die initiatief neemt. Ik? Het is gek zeker.
Hij zegt dat uw man er onlangs is achtergekomen dat jullie een relatie hebben. Dat is helemaal niet waar. Mijn man weet hier zelfs helemaal niks van. Maar Lisbeth... Hij had er toch gevraagd om nog eerst naar mijn man te bellen om alles uit te leggen. Ja, maar Lisbeth, kijk, hij heeft een hele resem aan berichtjes die jij zo gezegd gestuurd hebt. En die witte, dat zoude jij zijn. Huh? Wat? Ik moest aan u denken, zit net in... Maar in bad? Ik heb zelfs geen bad. Allee, is nu echt alles aan het omdraaien, hè? Ik heb zelf nooit initiatief genomen en ik heb hem zelfs afgewezen. En trouwens, ik ben niet de enige bij wie dat hij geprobeerd heeft, hè? Hoezo? Ja, wel, toen jullie hem meegenomen hebben, heb ik een keer rondgebeld. Want tijdens repetities dan ging hij zo af en toe rond bij Nathalie en bij nog iemand en anders. En bij Joyce? Is u dat ook opgevallen? Ja, ik heb dat gezien. Ja. Ik dacht dat dat normaal was. Dus Nathalie, Joyce, die hebben allebei toegegeven dat hij bij hen ook van alles gedaan heeft. En... Ook gestalkt? Ja, gestalkt. Zeg maar, dan zou dat dus perfect kunnen dat hij die sms'jes hier zelf... Dat hij dat vervalst, hè, gewoon, of... En Nathalie en Joyce hebben gezegd dat ze ook klacht gaan indienen. Oké, dan, als we dan drie klachten hebben, dan kunnen we die gsm laten uitlezen. Hè. Dat zijn we zeker. Hè. Ja, maar als er drie mensen klacht komen neerleggen, dan is het een dossier. Eigenlijk toch echt schandalig hoe dat iemand zo zijn positie kan misbruiken. En erbovenop dan nog sms'jes vervalsen om het te doen lijken op een affaire. Als chance dat die Lisbeth Brigitte in vertrouwen heeft genomen. Ik vind het toch wel een beetje raar dat ondanks al die hashtag MeToo-acties dat er nog altijd heel veel mensen het moeilijk vinden om ermee naar buiten te komen. Maar bon. We hebben met al die getuigenissen een heel stevig dossier in de polks. Zou jij, meneer, even in een donker kotje kunnen wegsteken? En de musical dan? Dan zitten wij zonder regisseur. Lisbeth, maak u even geen zorgen over die musical. Dat komt wel in orde. We vinden wel een regisseur. Viezerik.